mogelijk gemaakt door Beestenplein, Welzijncentrum voor Huisdieren. Wij dragen op verschillende manieren bij aan het huisdierwelzijn. Hoe? Kijk op www.beestenplein.nl. Hoi allemaal, vandaag zijn we op bezoek bij Wish. Wish is vorige week bevallen, om precies te zijn was dat, volgens haar gastgezin. Vrijdag 9 juli, om 9:15. Kijk aan, ze waren erbij, dus dat was superleuk. En waar is Wish nou gebleven? Wish is bij ons gekomen met haar vorige nestje en de papa, die hadden ze iets te laat weggehaald. Dus Wish heeft weer een nestje gehad. En vandaag komen we even kijken hoe het met haar gaat en wat de geslachten van de baby's zijn. En Bailey gaat ons ook helpen zo te zien. Oké. Dan mag de kooi open. Zo, eens even kijken. Ja, jij bent ook heel gezellig, hè? Kijk, daar zitten ze. Heerlijk aan het drinken. Nou, daar zitten ze met z'n viertjes. Het zijn er 3 geworden. Zoals je ziet is Wish een beetje aan de dunne kant. Maar ja, wat wil je ook als je 2 nestjes achter elkaar moet krijgen? Ze ziet er super gezond uit. En een beetje verschrikt omdat haar huisje net weggehaald is. Ja. Zoals je ziet hebben ze krulletjes. Dit worden rexjes of teddies. Waarschijnlijk rexjes. Dus daar gaat nog overeind staan. En we zullen eens even kijken wat het geslacht van de diertjes is. Nou, hier komt baby nummer 1. Dit is een beertje zoals je ziet. Dat kun je zien aan, ja, eigenlijk het rondinkje als hij stil blijft zitten even. Hij heeft niet te lang. Ja, kijk, dat is duidelijk. En als je hier zo voelen, dan voel je hier ook een heel klein bordje. Dit is inderdaad het naveltje. Daar zit dus een mannetje. Dan. Daar komt baby nummer 2. Dit is dus een zeugje. Er hangt niks bij. En ja, zoals je ziet is het een duidelijke ei-vorm. En hier voel je dus niks. Ja. Ze hebben een mannetje en een vrouwtje. Wat zou nummer 3 zijn? Daar gaan we nu even kijken. Deze heeft niet zo'n zin. Kijk. Ook weer heel duidelijk een vrouwtje. Dus we hebben 2 vrouwtjes en een mannetje. En bij cavia's is een beertje vanaf een week of 4 al vruchtbaar. Dus dat betekent dat die kleine man die nu in het midden zit, met een week of 4 bij de moeder weg moet maximaal. Dat gaan we dus ook doen. En dan zal die bij een volwassen beertje komen te zitten. Want zo'n kleintje alleen zetten is natuurlijk ook super zielig. De zeugjes daarentegen kunnen zo lang bij de moeder blijven als ze zou willen. Al zal moeder ze op een gegeven moment wel een beetje beu raken. Verder zie je dat er nogal wat eten in de kooi staat. Dat is natuurlijk super belangrijk. Naast het hooi en de brokjes. Hier zo zie je ook nog muesli. Dat is niet alleen een lekkere dikmaker en goed mengelingetje om op te groeien. Maar ook nog iets wat de cavia's heel makkelijk kunnen eten. Ook als ze al zo klein zijn. Dus ze leren daardoor heel makkelijk eten. En nog een kruidenmix voor de lekker. En natuurlijk drinken ze nog heel veel melk. Daar zijn er nog geen mee bezig. Kijk, ook voor moeders is het dus een hele fijne aanvulling op het dieet. Terwijl ze ondertussen weer leeggezogen wordt. Nou, Wish gaat nog een paar weekjes lekker gesocialiseerd worden met haar kleintjes. Zodat ze aan alles gewend zijn in huis. En zodat er nog een paar mensen heel blij worden van hun gezelschap. En de hond ook. Ze zal het huisje weer terugzetten. Dan kunnen ze weer lekker daarin gaan zitten als ze klaar zijn met eten. Zo. Ja, maar je was er niet klaar, hè? Nee. Nou, dan gaan ze weer. Jij zit nog hier? Nou, doei doei.
baby's zijn.